Nou, daar zijn we weer. Mijn roots opvoeren. Er is mij gevraagd om nog even een video te maken over schuimbeton. Nou ja, schuimbeton, dat product, dat kent natuurlijk heel veel mensen, kunnen dat al. Wat bijvoorbeeld de vergeten dingen zijn, vaak bij het aanleggen van de schuimbetonvloer, dat is eigenlijk de waterput. Eigenlijk de waterbak, of eigenlijk bij de voordeur. Hier zien jullie de voordeur. En dat wordt eigenlijk vaak vergeten. Want kijk, hier zie je eigenlijk die waterput. Hier zie je hier de watermeter. En die watermeter, die is altijd heel belangrijk dat die bereikbaar is. Dus hier zien jullie ook dat hout. Maar wat er zo mooi is, als je dit van tevoren al weet, er zit hier een instorthoeklijn. Als je deze alvast goed op, zeg maar op hoogte brengt, dan scheelt je naderhand altijd heel veel problemen. Dit wordt wel eens vergeten met schuimbeton. Dit is eigenlijk een hele mooie bak. Kun je een mat in doen, dat soort dingen. Hij is ook geïsoleerd. Dus in principe is het eigenlijk heel simpel. Dus dit is eigenlijk de hoogte die je aanhoudt van het schuimbeton. Hier kun je ook heel mooi zien. Is ook niet dicht. Altijd bereikbaar. Er zit een oogje. Die hebben we altijd uithalen. Jullie zien hier ook dat we dat schuimbeton een foliebak gemaakt hebben. Nou, dat heb ik de vorige keer al gezien. Hier zien jullie ook weer dat beruchte randfoam. Dat plakken we netjes tegen de kant aan. En als je hier in je woonkamer gaat kijken. Dan zien jullie weer het folie. Lekker wat losjes op de grond. Zodat zeg maar, het schuimbeton niet naar beneden kan zakken. Dit is ook weer een proces. Hier komt zo'n laag schuimbeton in. Uiteindelijk zien jullie hier ook weer het randfoam zitten. Heel strak tegen de muur aan. Het zakt dus eigenlijk weer omhoog. Of het wordt op de hoogte gebracht. Tot deze hoogte. En zodat eigenlijk hier weer de vloerverwarming bovenop komt. En dan uiteindelijk komt daar weer een deklaag op. Hier komt dan een PVC-laag op. Dus dit is eigenlijk het proces. En je rustig in de grond kijken. Het schuimbeton, dat heeft natuurlijk een enorme toekomst. Wij van Woestel Vloeren maken heel duurzaam schuimbeton. Wij voegen geen chemicaliën toe. Hij is 100% afbreekbaar. Dus wat dat betreft is het prachtig mooi spul. Je kan hem in verschillende lagen schuim aanbrengen. Stel je voor dat je een laag hebt van 20 centimeter en je legt daar bijvoorbeeld een geïsoleerde noppenplaat boven voor de vloerverwarming. Geïsoleerde noppenplaten waar je dus de vloerverwarming in kan drukken. Dan kom je even goed aan je RC-waarde. We hebben tegenwoordig ook zeg maar een schuimbeton en er zit een perlietkorrel erheen. Dan breng je ook nog weer meer isolatiewaarde aan je schuimbeton toe. Vraag het na bij ons. Ik zou heel leuk vinden als u een vraag stelt hieronder. U kan natuurlijk hierboven, kunt u abonnee worden. Dan ziet u natuurlijk gewoon de volgende keer als we het weer over kruipruimte isoleren hebben. Ook ons filmpje voorbij komen. De eerstvolgende video die wij gaan maken, die gaat over het aanbrengen van de zandcement dekvloer. Die hebben we ook in verschillende vormen. Snel drogende zandcement dekvloer ten opzichte bijvoorbeeld van anhydrietvloer. Anhydriet is dan natuurlijk weer een probleem dat hij een heel lange droogtijd heeft. We hebben een zandcement dekvloer die heel snel droog is. Daardoor kun je het bouwproces weer versnellen. U kunt het allemaal navragen bij Woestel Vloeren in een contactformulier. Als u dat contactformulier is kort, kunt u gewoon uw vraag stellen. En dan wordt er schriftelijk of telefonisch, wordt er gewoon contact met u opgenomen. En dan wordt u van A tot Z ontzorgd in het proces. Als u zelf wil helpen met de werkzaamheden, dan kunt u een behoorlijke korting tegemoet zien. U kunt zelf helpen bij het schuimbeton maken en het schuimbeton storten. Onze pompen die zijn vrij klein, dus kunnen overal komen. Dus wat dat betreft liggen er best wel mogelijkheden in het aanbrengen van de schuimbetonvloer. Nou, bedankt jullie voor het kijken en ik zou zeggen, pas goed op de watermeter. Maak altijd een goede bak met een instorthoeklijn op de juiste hoogte, zodat je niet achteraf, als de schuimbeton gestort is, dat je er tegenaan loopt. Dus dat is heel belangrijk. Even een waterbak, gewoon, die kun je gewoon van 18 mm multiplex maken. Een instorthoeklijn, die kun je bij elk bouwmarkt kan je die kopen. Ik weet ook de beste groep uit op Dam, die maakt ook die instorthoeklijnen. Je kan hem gewoon op maat maken. Je hebt hem 60 bij 40, maar ook bij 30. Dus op elke maat kan je hem laten maken. Je kan die instorthoeklijn kan je dus ook gebruiken voor eventueel een mat bij de voordeur. Dus wat dat betreft leg je er best wel veel mogelijkheden. Ik zou het leuk vinden als u misschien onze andere video's ook even gaan bekijken. Er staat ook een videootje over het randfoam aanbrengen. Dat randfoam kan strook, dat blijft gewoon een ding. Kijk alle video's, want dat is wel heel belangrijk als u kiest voor de schuimbetonvloer. Zodat u zeker weet dat u in uw situatie ook
de juiste volgorde hebben. Dus schuimbeton, geïsoleerde noppenplaat of geen geïsoleerde noppenplaat. En daarbovenop de vloerverwarming met daarbovenop een snel drogende dekvloer. Of een dekvloer die gewoon wat minder snel droog is, maar die veel sneller zijn warmte afgeeft. Laat u goed informeren voordat u gaat isoleren. Bedankt voor het kijken.